Amori e dolori sacrum. Heiligdom van liefde en pijn. Dit is een van mijn lievelingskunstwerken en dat past ook bij de gevorderden van de Light Body. Want volgend weekend is een cursus krachtgevende relaties creëren en het gaat altijd over liefde in het leven. Maar ook die pijn. En dat is een deel van het groeiproces ook in je light body. En je merkt dat als je in een versneld groeiproces zit, dan word je geconfronteerd op een hoger niveau met relaties. Je mag 20, 30 jaar getrouwd zijn. Het is steeds anders. Jij verandert, je partner verandert. En als je partner niet verandert, dan moet jij daar kunnen mee omgaan dat die partner niet verandert. En zo met kinderen. Maar ook zo met je ouders. Want het leven is relaties. Dus je kan niet zonder relaties. Je bent altijd gerelateerd aan iemand of aan iets. Je bent dus altijd verbonden. En daarmee is het zo'n belangrijk weekend volgende week. Krachtgevende relaties creëren. En het is de laatste keer dat ik het live geef in Brugge. Want het was al in de Dordogne, het was in het stilteweekend, nu nog één keer. Ja, en dan zal het online zijn, maar dus audio thuis, maar nog een keer live. Volgend weekend, krachtgevende relaties. Heel belangrijk, want het gaat altijd over liefde. Het heiligdom van liefde en pijn. Tot volgend weekend.